Het is weer woensdag, het is weer woensdag. Glitterende eenhoorn heeft een verhaal. Het is weer woensdag, het is weer woensdag. Bladibibi, bibladibla. Goedemorgen lieve internetvrienden, welkom bij de nieuwe vlog van Glitterende Eenhoorn en meneer Planting. Meneer Planting is wel grappig, die ken ik echt al heel lang. Meneer Planting heb ik ooit ontmoet toen ik tapijt kocht. En toen liepen we naar huis met het tapijt en toen lag meneer Planting op de grond. En toen dacht ik eerst van, het zal wel met die plant. Maar toen dacht ik een stukje verder van, we nemen die plant mee. En toen lag mijn jas precies bij de plant. Die was van mijn fiets afgevallen. Ik was met de fiets. Die was van de fiets afgevallen naast de plant. Dus ik had daardoor ook mijn jas gered. En meneer Planting is dus al meer dan 10 jaar bij mij. En ik heb dus ook baby's van meneer Planting hier. Dus zijn baby's van meneer Planting. En meneer Planting heeft er ooit wel beter uitgezien. Heel groot. En toen heb ik hem dus, zat hij eerst in deze kleinere ding. Dus nog een ander plantje. Hier zat meneer Planting hierin. Dus dan heb ik hem in de grotere gedaan. Maar die ging dit helemaal niet beter doen. Maar toen ik zijn stekjes heb verstekt. En nu wat tijd heb gegeven. Is die toch wel heel mooi aan het doen in deze pot. Grote pot. Dat is mijn stukje over meneer Planting. Het is alweer een tijdje terug dat ik heb geüpload. Langer dan een week geleden. Ik wil elke woensdag uploaden. Maar het is nu iets langer geleden en ik blijf het proberen op te pakken. En ik probeer radicale zelfacceptatie er niet te diep over in te zitten. Het is maar een subdoel wat ik niet heb gehaald. Mijn maindoel is wel blijven vloggen. Dus radicaal zelfaccepterend vindt het lastig. Accepteer ik dat ik niet zo vaak op, want er gebeurt gewoon zoveel in mijn leven. En nu wil ik toch even snel wat uploaden. Dus dit wordt ook niet een uitgebreide vlog. Want morgen komt Elisabeth op bezoek. En dan blijft ze bijna een maand logeren. En daar heb ik heel veel zin in. Dus dat wordt heel anders. Dus ja, het is goed om alvast eventjes een update te geven. En daar heb ik heel veel zin in. En ik had een paar dingen nog opgeschreven waar ik het ook nog wel over wilde hebben. Dat is de avocado die ik van Eva heb gekregen. Ik heb van Eva een blikje gekregen. Dit blikje. En daar heb ik een avocadopit op gezet. En daar groeit een hele mooie avocado uit. Uit dat blikje. En Eva stond dus ook laatst model. Bij modeltekens heb ik dat blikje erbij gezet. Dus daar heb ik een mooie tekening van. En ik ben heel verbaasd dat die avocado het zo goed doet op dat kale blikje. Want het is een van de mooiste avocado's die ik heb uitgebroed. Die ik heb uitgebroed. Dus deze is echt heel mooi. Ik blijf verbaasd door hoe mooi die avocado's doen. Ik heb natuurlijk wel veel meer uitgebroed. Maar deze avocado doet echt bijzonder goed. En ik wil het nog wel hebben over de mango's die ik heb uitgebroed. En de mango's die ik heb uitgebroed zijn dus niet eens zo heel mooi. Maar de mango's die Elisabeth heeft uitgebroed, die zijn pas mooi. Ik had twee mango's gekocht toen ik bij haar was. En die hebben we samen opgegeten. En het was echt een hele lekkere, sappige mango. En toen hebben we die pitten heb ik uit de pit gehaald. Hè. Het is wel grappig om te weten. Bij mango's zit de pit in een pit. Dus je snijdt die pit open en daarin zit dan nog een kleinere pit. En die hebben we in wc-papier gewikkeld die helemaal doorweekt was van water. Heel sappig. En dat dan in een afgesloten bakje bewaard. En na een week kwamen die mango's uit en die wilden ontsnappen uit dat bakje. En Elisabeth heeft dus, ik zal hier een paar foto's laten zien hoe dat verder is gegaan. Dat is echt heel magisch. Pure magie.
En met die pure magie wil ik dan de vlog afsluiten. Morgen komt Elisabethje op bezoek. Dus er is nog veel pure magie te wachten.